Dat ik na jaren te horen kreeg dat ik mogelijk boventallig zou worden, was ik helemaal van slag. En op het moment dat jij 16 jaar iets gaat doen wat eigenlijk niet in je hart zit en waar je niet blij van wordt, ja, dan gaat het op een gegeven moment toeisen. Nou, via het bedrijf kregen we te horen dat ze aanboden via RijSmart om nu een volgende stap te gaan maken. RijSmart, dat was bij mij op dat moment onbekend. Maar uiteindelijk heb ik er wel een goede ervaring mee. RijSmart heeft mij geholpen om weer te ontdekken wie ik echt ben. Waar ik blij van word en waar ik energie van krijg. Ik stond sceptisch tegenover het op de afstand coachen. Maar uiteindelijk bleek dat voor mij best wel een uitkomst te zijn. Want het kan op je eigen moment. Je hebt weinig tot geen reistijd. Van de specialist waar ik mee gewerkt heb, had mijn persoonlijke coach de meeste waarde. Die challengede mij om ook de stappen te maken die er gewoon nodig waren. De coach loopt eigenlijk al een rode draad door je hele proces heen. We hebben gewoon leuke gesprekken gehad, heel persoonlijk ook. En ze was heel betrokken. Ook gewoon met mijn privésituatie. En ik kon alles met haar delen en alles met haar vragen. Ja, ze liet me nadenken over de mogelijkheden. Naast de persoonlijke coach had ik ook nog een jobhunter en voor de persoonlijke branding. Ik kreeg op een gegeven moment hulp aangeboden van de branding specialist. Wat ik vrij snel terugkreeg, daar was ik ontzettend verrast door, op een positieve manier. Ze had de hele boel omgegooid op een manier waar ik ook echt achter stond. Ik heb het traject als echt heel prettig ervaren, maar er waren ook wel momenten van confrontatie. En vooral de confrontatie met jezelf. Mijn wens is ook om vitaliteit en lifestyle coach te worden. Ik ben momenteel bezig met de opleiding, de post-HBO, en die rond ik deze maand af. En ook via RijSmart ben ik op deze opleiding gekomen. Door RijSmart en door de verschillende mensen heb ik mezelf veel beter kunnen neerzetten. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je er open en eerlijk in gaat in dit traject. Dat je gewoon je kwetsbaar opstelt om echt te ontdekken wie je bent. Je hebt zelf de regie wanneer je gebruik maakt van RijSmart. Als ik opnieuw zou mogen kiezen, zou ik opnieuw weer de keuze maken om voor RijSmart te gaan.